Het is zomer, de festivals zijn begonnen. En we beginnen onze festivalzomer met Graspop. Nou, wat je van dat eerst heb ik niet goed verstaan, zeg het nog eens. Yeah! En wat dit festival speciaal maakt, is de half liter tent. Somebody turn on the lights! We staan dus bij die heel beroemde half liter tent. Deze mensen die weten er alles van, want die hebben hier gewerkt in de half liter tent. Hoe lang heb je hier gestaan? Ja, enkele jaren hebben we hier op zondag iedereen van drank bediend. En hebben we er elke keer ook wel eens een zatte onkel uit gekozen. Wat we van dachten van... Van die mens dan gaan we ervoor zorgen dat hem straks naar huis gaat en dat hem niet meer weet dat hem op Graspop is geweest. Maar dit is dus het enige festival waar ze grote pinten schenken, of niet? Dat klopt, ja, dat klopt. En waarom is dat? Dat is gemakkelijker, hè. Alles moet je twee keer doen, toch gewoon, en nu moet je maar één keer gaan. Het is simpel, hè. Eén keer om de vier jaar is het wereldkampioenschap voetbal. En dan wordt de voetbal hier weergegeven. Dan moet je minder weg en weg. Hij mist de goal niet. Dat is niet gemakkelijk, hè? Je moet je halve liters pakken, dat is gemakkelijker. Dat zijn minder bekertjes. Hè? Nee, maar echt waar, je moet halve liters. Dat vind je maar daar in die halve liter tent kunnen halen. Ik ben hier als jonge gast vaak gekomen om halve liters te drinken. Echt? Ja, ja, ja. En toen was dat een droom, hè, van ooit op Graspop te staan. Ondertussen een paar keer geweest, dus dat is altijd fijn. Thuismatch en dat is cool. Ik ga kijken, ik ga springen, hè. Ja, ça va? Ja. Cool. Santé. Ja, als je mannen, als je mij moet hebben, je weet wat ik sta. Die is goede muziek, goede pinten. De mensen moeten niet meer hebben. Tot de volgende.